Echt rond. Hallo. Hoe is het? Goed, goed. Wat vind je van de auto? Oh, tof, hè? Ja? Ja? Jouw stijl, of? Ja, ik heb ook een Jeep. En ik ben heel te fan. Ja. We hebben die... En u zit hoger nu, zo. Ja, dat is fijn, ook zo tof, hè? Dat is fijn. Ja, we hebben eigenlijk niet zomaar deze auto gekozen. Ja. We hebben die gekozen met een reden. Voor jou. Oh ja. En maar, waarom? Ja, waarom denk je? Jaguar. Hunting. Hunting? Nee. Nee, ik weet niet. Nee, dat is eigenlijk een auto met, voor een bepaalde status. Oh. En ik denk jij met jouw uitgebreide trofeeënkast dat jij wel een bepaalde status van dienst bewezen hebt. Ja. En eigenlijk daarom hebben we hem gekozen. Oké. Er is één heel belangrijk ding rond. Ja. En dat heeft eigenlijk een doorslag gegeven waarom dat we die gekozen hebben. En dat zit hier. Dat is eigenlijk een coolbox. Ah, oké. Voor je drinken fris te houden. Ja. En we vonden dat eigenlijk zo'n leuk gadget. Dat we dachten... We konden geen andere auto eigenlijk kiezen. Nee, oké. Maar rond, als je een vrouw leert kennen... Dat start allemaal met oogcontact. Ja. Toch? Ja. Ik weet niet hoe dat met jouw vrouw gegaan is. Is het een beetje hetzelfde gegaan? Of? Ik gebruik het in voetbal. In voetbal? Ja. Oogcontact? Ja. Vertel. Ja. Je moet contact met je speler. Ja. Als je niet hebt contact, wacht af. Hm. Maar je moet niet in zijn ogen zien. In voetbal zie je breed ook. Zo, u heeft meerdere mogelijkheden. Hm. Maar je gaat dus akkoord dat eigenlijk alles start met oogcontact. Ja. Maar wat komt er rond na het oogcontact? Actie. Actie. Ja. Voilà. Dus de volgende deel noemt het voorspel. Hm. Ik denk ook wel rond dat dat heel belangrijk is. Ja. Hier zitten eigenlijk 10 vragen in. Die we voor jou hebben opgeschreven. Ja. Maar het is een beetje het lot, er worden er maar 3 van behandeld. Ah. Op welke vlaggen verschil je vandaag met de jonge Tronsoliet? Ja, grijs haar. box full van ervaring. Mm-hmm. Ik ben altijd een filosoof geweest. Ja. En nu heb ik meer tijd. Meer tijd om te denken na wat. Mm. En over wat denk je dan? Gewoon over het voetbal of breder? Of? Ja, nee, breder. Het is te simpel. Voetbal is te simpel. Mm. En hou het simpel. En buiten die grijze haren die je gekregen hebt en die ervaring. Ben je dan ook gewoon als trainer veel veranderd met je ideeën dat je vroeger had als jonge Soliet en nu? Nee, of is dat vrij gelijk? Het is hetzelfde. Hmm. Omdat ik werk vanaf principes. Hmm. Principes in aanval, in verdediging. Hmm. En je kan niet alleen op verdediging spelen of trainen. Of alleen op offensieve trainen. Je moet elke actie offensief heeft een reactie defensief. Mm-hmm. Daar moet je op trainen. Tweede? Ja. Mm-mm-mm. Wat herinner je nog van je debuut met de Noorse nationale ploeg? Ja, want je hebt zelf ook echt een rijke carrière gemaakt als speler. Ik heb veel gewonnen als speler. Nee. Wat ik herinner, ik was kapitein op de beloftenploeg de dag voorin. Wij speelden tegen Zweden. Mm-hmm. Maar ik herinner me niet exact welke stad wij speelden in. Maar de Noorse A-ploeg speelde in Gothenburg. En na de wedstrijd moet ik en een andere speler, we moeten zitten op de bank. Bij de A-ploeg? Met de A-ploeg. Ja. Ik kwam in actie, ik denk
30 minuten op het einde als middenvelder. En normaal, de dag voorin, had ik 19 minuten gespeeld als centrale verdediger. Hoe zou je jezelf typeren vroeger als speler? Heel slim om het spel te lezen. Je kan zeggen, tactisch was ik heel goed. Sterk man-man, defensief. Maar ook offensief, omdat ik had scoringsvermogen. Wist je dan ook al op jonge leeftijd dat je trainer wou worden? Trainde mijn jongere broeder. Hij is 1 jaar jonger dan mij. En jij was trainer van hem? Ik was trainer en ik trainde de ploeg 4 jaar. En we wonnen elk jaar. Maar hoe oud was je toen, Tron? Ik was 14. Dat is een heel jonge leeftijd om te starten. Ja, ja. Oké, ik trainde 2 keer per week. En, soms vanaf 16 trainde ik met de A-ploeg van de stad. Zo, ik moet altijd een assistent hebben. Mm. En hoe is dan nadien de weg verlopen met de trainerscarrière? U kan zeggen, het was snel, hè? In alles. Is heel snel gedaan. Ja, gegaan. Want eigenlijk bijna overal waar dat je kwam, heb je succes behaald. Hè? Ja. Ja. Als je daar naar kijkt, eigenlijk is dat ongelooflijk. Ja, het is ongelooflijk. En waarom weet ik niet, maar u bent niet bezeten, maar u wil winnen. En dat is en daar denk ik dat mijn filosoof komt buiten. Dat is zo zeggen, u bent een product van uw ervaringen. Ik was heel goed georganiseerd. En dat was misschien mijn redding. En ik wilde altijd top zijn in alles. Derde vraag. Ja. Welke uitdagingen wil je nog graag aangaan als coach en of als mens? Het is heel simpel. Ik wil als mens een goede leven hebben. Ik ben nu 61 en de tijd gaat snel, hè? Zo, u moet genieten, hè, van uw leven. En wat is voor jou dan een goed leven? Hoe ziet voor jou echt een dag eruit waarin dat je kan genieten? Een dag zonder training is hard. Ja? Ja. En je moet proberen een ritme te vinden. En structuur. En structuur, ja. En dan weet je hoe en wat. En voor de rest proberen wij in de tuin te werken en vrienden te ontmoeten. Ja, ook contact met vrienden. Ben je een goede tuinman, Trond? Nee. Nee? Nee, maar ik probeer. Maar dus je traint, hè? Je gaat fietsen, je werkt in de fitness. Ja. Maar het is niet dat je voor jezelf zegt, ik wil nog een gekke uitdaging doen voor mezelf op sportief vlak. Ja, als ik uitdaging kan hebben en ik geloof in het project, dan zou ik graag op het veld staan. En wat is voor jou dan belangrijk, wat dat je wil weten van een club vooraleer dat je ergens in een project stapt? Dat ze gezond is als club. Je moet niet zoveel geld hebben, maar verstand. De verstand tussen de mensen creëren geld op termijn. Dat ze niet proberen dat
ah, morgen zijn we topploeg. Mm. Nee, dat kan niet. Je moet steen voor steen bouwen. Mm. Trond, het voorspel zit er eigenlijk op. Ja. Het heeft lang genoeg geduurd. een deel van de actie hebben we al gehad, Trond. Maar wat komt er na het voorspel? De hoofdspel. De hoofdspel? Ja. En om de hoofdspel te kunnen spelen, moet je op zoek gaan naar één heel speciaal plekje. Huh? Heb je een idee welke plek? Of? Nee. Die plek dat noemt de Gravenbergspot. Oh ja. Dus eigenlijk de G-spot. Mm. En wij gaan u nu meepakken naar een plaats, ik denk waar dat jij wel een fijn gevoel mee had. Aangezien dat je zelf vroeger 8 jaar aan schieten gedaan hebt, pakken wij u mee naar, naar uw Gravenbergspot en daag ik u uit voor een wedstrijdje schieten. Dit zijn eigenlijk wapens die gebruikt worden om droog te oefenen. En dit kan je ook binnen doen. Dus als slecht weer is, kan je dit ook binnen doen. En schiet eigenlijk met infrarood plus, er zit een console bij deze. En als Tron bijvoorbeeld aan het mikken is, kan ik zien waar dat hij aan het mikken is. Dan kan ik hem eigenlijk coachen. Dus zo op blinken. Ja. Op een target? Ja. 100 meter. Hmm. 100 meter? Ja. En hoe accuraat was je? Ah, ik heb veel 2,50. Hè. 2,50? Nee, no, 3,50. En op 35. Dat is een bepaalde score die ze in het bolletje. Ja. Zou een goede spitsentraining zijn, Trond? Misschien, misschien. So, dit is you feel yourself naked. Why you feel yourself naked? Ja, because we don't have a clothes. Oké. Okay. Alle spanning op Trond, sorry. En Trond, hoe voelt het om te winnen van mij? Dat is de individuele winnerinstinct is niet daar. Dat vermindert mij. Bij mij? Ja, met mij. Met de jaren. Dat is zo zeggen, mijn grootste winnerinstinct is een cardplay. Cardplay? Daar kan ik dus. Kennis of wijsheid? Wijsheid. De Beatles of de Rolling Stones? Beatles. Noordse fjorden of een beachbar in Knokke-Heist? Noordse fjorden. Stella Artois of Jupiler? Stella. Nooit meer muziek of nooit meer voetbal? Nooit meer voetbal. Borsten of billen? Sorry. Borsten of billen? Borsten. Nike of Adidas? Adidas. Buffalo Ben of de Brugse Beren? Beren. Op pensioen of nieuwe club? Nieuwe club. Jij terugrijden of ik terugrijden? U moet terugrijden. Things we do for love. Trond, we hebben nu toch al wel wat gehad. Hè. We hebben het oogcontact gehad, we hebben het voorspel gehad, we hebben de Gravenbergspot gehad. Ja. Er is nog één dingetje eigenlijk dat ontbreekt. Ja? Ja. Wat is dat? Wat komt er altijd op het einde? Schluss. Schluss. Duits.
op het einde, rond, komt toch altijd een happy ending. Van mij. Ja. Nee? Normaal wel. Zo zou het eigenlijk toch moeten, toch? Of een nieuwe start. Of een nieuwe start. Ja. Eerst en vooral, rond, ben ik heel blij dat je Adidas gekozen hebt. Anders had ik je sportschoenen moeten weggooien. Mooi. Ik heb die al 2 jaar bij mij in bewaring. Ja, ja. Van die lokeren. Ja, ja, ja. Dus ik ga deze al eerst teruggeven. Is dat een happy ending al een beetje, Trond? Dat is verrassend. Ja, hè, dat hadden ze sowieso niet verwacht. Ja, ja, nee. Nee, als happy ending, Trond, heb ik eigenlijk voor jou iets geschreven. Meestal is dat een oorkonde in de vorm van een gedichtje. Ja. Maar voor jou heb ik eigenlijk, ja, omdat je zo gepassioneerd bent door muziek, een liedje geschreven. Hm? Je mocht mij niet beoordelen op mijn zangkunsten. Nee. En eigenlijk, hoe ben ik erop gekomen? Ik vind dat je iemand bent met een enorme wijsheid. Met een enorme kennis. Die veel verder reikt dan alleen het voetbal. En in België en Nederland hebben wij de Fabeltjeskrant. Hmm. Ken je de Fabeltjeskrant? Nee. En de hoofdpersonage van de Fabeltjeskrant is meneer de Uil. Oké. Ken je meneer de Uil? Hallo meneer de Uil, waar breng je ons naartoe? Ja. Maar de Uil, Trond, ja, dat is het dier dat staat voor de wijsheid. Voor wijsheid, ja. Dus in die optiek heb ik voor u op het deuntje van Hallo meneer de Uil een liedje geschreven. Mm. Hallo meneer Soljet, wat ga je met ons doen? Maak jij ons kampioen? Ja, ik maak je kampioen. En leest u ons dan voor uit het Trond-Soljet-boek? Ja, uit het Trond-Soljet-boek. Want daarin staat precies vermeld hoe je het met een one-liner simpel stelt. Echt waar? Echt waar? Echt waar, meneer Soljet? Because if you pay peanuts, you get monkeys. Dat is mijn grootste Soljet-advies. Zo maak je het verschil tussen winst en verlies. Dat komt allemaal op verzoek. Uit de Trond-Soljet-boek. Dat is een beetje Trond. Ja, tof, hè? Ja? Ja, tof. Die tekst mag je houden. Maar eigenlijk de allergrootste happy ending, Trond, moet nog komen. En dit hebben we voor jou laten maken. Ik ga het ook aan de Frans laten zien. Wat vind je ervan? Ja, tof, hè? Herken je jezelf een beetje? Ja. Ja? Ja. Ik hoop van harte dat hij van jou een mooi plaatsje krijgt. Zeker dan vast. En dat dat een mooie herinnering mag zijn, ja, aan vandaag. Super, hè? Ja. Is het oude? Oud? Dat is een oude. Oude? Nee, dat is een Trond-Soljet Range Rover. Ja. Oké. Trond, ik vond het heel fijn. Ja.